Van het COVID-management team mag niemand zich vandaag op straat begeven. Tenzij je behoort tot de essentiële diensten. We namen een kijkje te Latour waar het normaliter ontzettend druk is. Corona Akankiriu, dat is dus een spandoek dat hier geplaatst is dichtbij de rotonde van Latour. Ik sta nu hier bij die rotonde en de meeste mensen gaan het misschien niet willen geloven, maar dit is het blik van de Latourweg. Meestal is het zo dat deze weg heel erg druk is, veel mensen op de been, maar vandaag is woensdag, hetgeen betekent dat niemand eigenlijk op straat mag zijn, slechts degene die toebehoren tot de essentiële diensten mogen op straat zijn. En dat zijn dus de enkele auto's die u ziet. De mensen ook hier in Latour hebben gevolg gegeven aan de oproep van het COVID-management team. Hetgeen dus inhoudt dat Latour en Padfawanica, waar u nu naar kijkt, vandaag bijna helemaal leeg zijn. We spraken ook met enkele burgers. Ze gaven aan dat het raadzaam is om de maatregelen van het COVID-management strikt op te volgen. Meneer, u mag op straat? Momenteel ben ik van het werk aangekomen hoor. Nu ga ik naar huis. Mogen we ook weten waar u werkt? Bedrijf Ziel. Ik heb ook toestemming van hun gehad dat ik mag ook werken. En hier in Latour komen we een zuster tegen. Want u weet het, het is deze groep van mensen die een big up verdienen omdat ze zich inzetten om te zorgen voor de gezondheidszorg. En we ontmoeten zuster Ina. Keizer. Zuster Francis, waar werkt ze? Keizer. Ja. Oh, laat me zo kijken, hoor. Daar gaan we in naam. Zuster Keizer, yes. Waar werkt u? Hij is de Asiana. Oké, hoe is het daar om in deze COVID-situatie te werken? Nou, het is gewoon, we houden ons aan de regels daar. Mm-hmm. Alles wordt toegepast. Ik ben eigenlijk militair, dus ik heb het ook druk met het werk, maar eenmaal ik op dit moment woensdag vrij ben. Ik ben thuis, dan maak ik direct schoon, maak ik ook gebruik van. En eigenlijk, ik verveel me nooit van huis. Dus altijd is er wat bezig, een bezigheid thuis. Is het binnen of is het buiten, op het erf of voor de deur. Het is altijd een bezigheid of zo. Dus u gaat niet mee met die mensen die zeggen je frustreert als je thuis moet blijven? Zeker niet hoor. Dat was dus een verslag van Carla Boetius vanuit Paramaribo Zuid. De burgers hebben zich netjes gehouden aan de maatregelen van het COVID-management team.